Nou jongens, we zijn vandaag uitgenodigd bij het pyjamafeestje van Fred. Het is nog licht buiten. Ik weet niet waarom ik nu ben uitgenodigd. Hij zei, trek je pyjama aan en kom deze kant op. En we hebben de pyjama maar aangetrokken. En ik denk dat ik nu al spijt heb. En ik hoor ook muziek en zo. Wat gebeurt er allemaal hier binnen? Het is, volgens mij is hier echt één gekke pyjama party gaande. Wacht. Hallo. Jemig, wat staat de muziek aan? Je bent erin. Hallo. Fred, wat staat die muziek hard, man? Ja. Jij bent misschien een robot, maar wij hebben oren. Wij kunnen doof worden. Ik ook. Oh, maar wat, waar is iedereen? Waar is de rest? Ja, ik heb uitgenodigd, maar... Ja. Ben ik de enige die is komen opdagen in je pyjamafeestje? Ja. Oh mijn god, Fred. Maar wat gaan we doen? Ik ben blij dat ik er ben. Wat is de planning? Wat gaan we doen? Wij gaan taart happen. Taart happen. TV kijken. Enge film. Een enge film. En slapen. Ja, dat gaan we hier slapen of? Jij wel. Maar het is nog licht buiten, Fred. Waarom nog maar heel even. Ja, maar waarom moest ik mijn pyjama aandoen? Pyjama party. Ja, maar dat ook, weet je, maakt niet uit. Laten we taart happen en zo. Ja. Ik vind het helemaal prima. Hoe werkt het? Happen. En wat is het doel? Opeten. Okay, zo snel mogelijk. Maar ik heb geen trek. Ik wel. Nou, eet maar op dan. Oké. Okay, ik hou jij de tijd bij. Ja, ik hou de tijd bij. Oké. 3, 2, 1. Op. Nou, dat heb je oprecht best wel snel gedaan. Dat heb je oprecht best wel heel snel gedaan, Fred. Oké, taarttappen was leuk. Wat gaan we nu doen? Film kijken. Welke film heb je klaarstaan? Jackie Chan. Jackie Chan. Nou, ik ga wel in dit hoekje zitten. Oh, dat is hem. Ja. Ik heb hem al pauze gezet. Ga je hem ook nog aanzetten? Of? Ja, komt ie. De afstandsbediening is kapot. Oh, Fred. Waarom ook in het villetje? Zit hij hierboven of zo? Nee. Oh, maar hij doet het dus niet? Nee. Nou, dan gaan we toch wat anders doen. Wat heb je nog meer? Pizza bezorgen. Komt eraan. Ja, als het goed is. Dat kan misschien nog even duren. Hoezo? En wat gaan we... pizza komt eraan. Wat gaan we tussen... is dat de pizza? Hallo. Is de pizza er? Fred? Hallo? Nooit Fred. Meer terugkomen. Nooit wat? Meer. Niet wat doen. Is er, nee. Wat is er aan de hand? Ze gingen belletje lellen. Ze zijn weggerend. Nou, maakt niet uit. Kom gezellig naar binnen. We gaan verder met de party. Ja. Oké, wat is volgende op de planning? Slapen. Maar het is nog licht buiten. Oh ja. Wat is het eigenlijk ook rustig. Weet je, we gaan wel slapen. Prima. Leuke pyjama party. Fred, ik ga wel op de bank liggen, oké? Ben je moe? Nou, niet echt, maar dat is het hele doel van een pyjama party, denk ik. Ja. Heb je nog leuke verhalen? Nee, heb jij nog een leuk verhaal voor me anders? Ja. Oh, vertel, wacht. Ik ga wel zitten hier. Oké, Fred, ik ben lekker op bed gaan zitten. Kom maar op met je verhaaltje. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik zal hier zitten. Ja. Ik zal het jou vertellen. Toen ik vroeger nog een kleine robotschroef was, toen was ik altijd van het buiten spelen. Oh. Maar ik ging toen een keer buiten spelen. En toen ging ik naar mijn vrienden toe. En toen ging ik daarna weer terug. En was ik te laat thuis. Fred, en, Fred, ja. Waar heb je het nou allemaal over? Ik weet het niet. Fred, heb jij ook nog wat? Nee, doe even een leuke verhaaltje. Kom op, even een leuke verhaaltje. Oké, komt-ie. Ja. Ik ging vorige week naar de bakker toe om verse broodjes te halen. En toen ging ik naar de bakker om daar ook taarten te halen voor dit feest. En toen ging ik... Hallo, wat ga je nou doen? Hallo? Nou ja, oké. We zijn er! Uitstappen! Schorrimorri moet er allemaal uit, kom op! Wat school gaat het zo niet vanzelf, gaat allemaal beginnen, ja, jongens, kom op! Opstaan, Justin, we hebben les. Ja, nee, ik heb last van mijn reet. Jezus, wat een hollige... Kan je de deur open doen? Ja, meneer dat chauffeur? Kan. Zo. Top, dankjewel. Dankjewel voor het afzetten. Geen probleem, jullie moeten gaan beginnen. Ja, tot ziens. Hey, de ballen. Wat een hobbelige rit was dat, Justin. Ja, ik heb al echt... Hij kan ook helemaal niet rijden. Hij is veel te oud om te rijden, man. Ik snap er helemaal niks van. Hey, heb jij een beetje zin in school? Niet echt.
Nou, dat heb ik dus ook. Ik heb ook gewoon... Heb je wel geleerd? Waar is trouwens je broek? Heb je wel een broek aan? Of? Het is gewoon mijn broek. Hoezo? Waarom heb je een broek in dezelfde kleur als je huid gekozen? Dat is toch... de bel. Weet je, we hebben het hier later wel over. Kom, we hebben les. Weet jij wat voor les we hebben? Ik ben mijn boeken vergeten. Je boeken? Ik heb ook niks bij me. Nee. Dus, Hallo. Hallo, meneer de directeur. Hallo. Jullie zijn laat. De bel is al gegaan. We kwamen net aan. De buschauffeur was heel hobbelig. Heel ja, traag. Dat zal allemaal wel. Dat zeggen jullie elke dag. Ik wil dat jullie nu staan waar jullie les gaan. Weet je welke les we hebben? Als roosters zijn vergeten en de boeken. Ja. Ook nog eens de boeken vergeten. Kom maar even naar de balie. Ik ga kijken. Ik ben ook de kluissleutel vergeten. Ja, en hij is ook zijn broek vergeten. Zeg het maar. Waar is je broek inderdaad? we doen zo, zeg maar. We willen graag een rooster. Ja, dat kan. Ja, nou, nu komen we nog later in de klas. Ja. Ik heb hier een te laat briefje in ieder geval. Oké, top. Zeg maar gewoon welke les we hebben. Vanaf daar redden we ons wel. Welke klas? Welke klas zit ook alweer? 4F. 4F. Oh, je bent al daar. 4F. 4F heeft geschiedenis. Oh, we hebben geschiedenis. Kunnen we dat te laat briefje van je? Ja, hier. Oh, top. Dankjewel. Shit. Ik heb mijn huiswerk niet van. Ik heb een briefje. Die is van jullie samen. Ja, oké, we gaan naar geschiedenisles. Kom ja, komt goed. Slim worden jullie niet vanzelf. Nee. Ik heb volgens mij is het boven, Justin. Ik ben alles vergeten. Vorige week had hij even een tekst opgegeven. Nee. Opslag, studiekamer, Nederlands. Justin, hier is het. Kom. Hoppakee, 1 en 2. Oh, hallo leraar, sorry. We zijn te laat. Ja, we hebben een briefje. We hebben een briefje meegenomen. Ja. Oh, ik weet niet wat er met het briefje gebeurd is, maar dat maakt niet uit. De buschauffeur was echt gewoon heel traag. Dat lag aan de buschauffeur. Dacht niet aan ons. Nee. Laten we maar zitten, maken we het niet erger. Oké, ga snel zitten dan. Ja, ik zit. Waarom ga je hem achterin zitten? Weet je, ik ga wel hier zitten, prima. Kom je naast me zitten? Nu zie ik niks meer. Je komt naast me zitten. Moet je wel goed de prullenbakken gooien. Weg met dat briefje. Oké, wat gaan we... Ja. Ik ga het weer opnieuw allemaal vertellen, want... maar er was nog niemand. Waar is de rest? Dames en heren. We gaan het hebben over de laatste gebeurtenissen van de prachtige geschiedenis van de VOC. VOC? Heb jij dit gezien? Weet jullie wat dat is? Vertrouwde, onafgemaakte... Jij doet laatste letter. Chocoladeletter. Chocoladeletter. Stopt in mijn huiswerk. Ik heb geleerd. Van wie heb je het overgenomen? Want dan zeggen, dit grapje maken ze 11 jaar. Dus dat klopt niet. Van mijn buurman. Jaar. En ik van... U? Oh ja, oké. Nou, goed. We gaan verder. Zoals jullie hier op het bord kunnen zien, zien jullie de wereldkaart waar de VOC het meest heeft gevaren. Want de VOC kreeg als enige in Nederland het recht om handel te drijven in welk land? Of welk gebied? India! Friesland! Azië. In Azië. Hey, India ligt in Azië. Ik had op zijn minst iets goed. Nou, oké. In naam van Nederland mochten ze dus de VOC verdragen. En nee, dan mochten ze verdragen sluiten, naar oorlogen beginnen en ze mochten ook regeren. Oké. Ik heb een vraag. Ja, vertel. Mag ik naar de wc? Nee, jullie zijn al te laat. Ja, maar ik moet ook. De vergeet ook niet ze in die koning. Hatsie. Gezondheid, dankjewel zeg je dan. Ja, dankjewel. Ah, ik moest gewoon niet. Waarom moeten wij dankjewel zeggen? Ik snap het niet. Wat is het nou? Welke producten veranderen de verenigde dynamie? Chroma bakvet. Meneer, we hebben niet geleerd. Ik ga het eerlijk toegeven. Specerijen, koffie, textiel en porselein. Er is niemand. Waar is de rest? En daarom gingen ze met die handelsroutes altijd... Dankjewel. Mijn god. Fijne dag, meneer de geschiedenisleraar. Volgende keer gaan we het hebben over... Inderdaad, jullie hebben nog huiswerk. We hebben andere les, doei! Ja, doei. Oh mijn god, hé. We hebben volgens mij de volgende les. Weet je wat voor les we hadden? Ik ben wel blij dat hij niet mijn huiswerk heeft gecontroleerd. Oh, ik ben ook zo blij dat hij niet om huiswerk vroeg en dat de bel ging, hé. Verschrikkelijk inderdaad. Hé, volgens mij hadden we gym. Dat heb ik me herinnerd. Ik kan me herinneren altijd als we dinges hebben, als we geschiedenis hebben, hebben we daarna gym. Ja, maar ik heb trek. Ja, ik heb ook trek, maar als we nou eventjes... Oh,
daar loopt de conciërge. Conciërge, hallo? Ja, hallo. De geschiedenisleraar heeft juist dat in de prullenbak... Hebben gewoon in jullie prullenbak gestopt? Want ik blijf hier mijn propjes oprapen. Ja, ik ga dit regelen. Ja, ik ga het regelen. Wat is er nou? Jij is, jongens, jij is, ik moet prullenbak even schoon en wc's poetsen. Ik moet nog genoeg doen. Ik moet TL-buizen als lampen moet ik vervangen, want ze zijn allemaal kapot hier. Ik moet de ramen nog langer. Ik moet de schoolplein nog vegen. Wat willen jullie nou? Ik wil graag een gymbroekje. Ik ben mijn gymkleren vergeten. Als je broek. Dat zei ik ook, maar blijkbaar heeft hij dus een broek aangetrokken in de huidskleur. Kijk, ik heb dezelfde broek aan, alleen ja, ik ben geel. Dus bij mij maakt het niet uit, maar ja, bij hem... Waarom hebben jullie dezelfde broek? Dat is een schooloutfit, alleen ja, je mocht kiezen, wil je blauw of wil je groen? Ja, hebben ze een school... Oh, dan moet ik dat zeker ook nog allemaal gaan stomen. Wacht, meneer de conciërge. Ja, wat is er nou? We willen wat vragen nu. Ja. Er is een te laat briefje weggegooid. Ja. Door de geschiedenisleraar. Zou jij die uit de prullenbak kunnen halen en ons kunnen geven? Ja. Waarom? Dan komen we op tijd. Dan komen we op tijd. Anders hebben we een probleem. Ja, maar de bel is net pas... Dan zorg ik in de pauze voor een extra hapje lunch voor jou. En hang maar je ik mag een al een extra halve lepel. Nee. Oké, dan zorg ik voor een extra portie. Dan mag je Justin's portie tijdens de pauze. Nee! Daar doe ik het voor. Ik ga het brief even op. Welk lokaal was het? Geschiedenis. Oké. Okay. Weet je wat het is? Als we dit doen, dan kunnen we zo meteen nog een keer te laat komen. Dan hebben we een excuus, dan hebben we een briefje. Ja, maar ik ben mijn lunch kwijt. Ja, dat is dan maar even ten koste van jou. Ja. Is het gelukt? Nou, ik heb heel veel gevonden. Kauwgom, een rotte appel en een briefje. Oh, top, dankjewel. Dankjewel, meneer de conciërge. Hey, wij gaan gelijk door naar de volgende les. We hebben gym. Oh, ja, jullie weten waar dat is, toch? Ja, dat is daar. Ik weet precies waar dat is. Daar moet je hierheen. Nou, veel plezier. Ik ga verder borden poetsen voor de pauze. Ja, oké. Justin, we hebben gym, anders komen we te laat. Kom. Ik heb geen gymkleren. Dat maakt niet uit. Je hebt niet eens een broek aan, weet je. Dat is verfrissend, maar dit kan het niet. Oké, kom. Dan gaan we de goede kant. Ja, hallo. Niet naar de vrouwenkleedkamer naar binnen. Waarom staat die open? Hier, kom. De heer, de mannenkleedkamer. Veel interessant. Ga gewoon hier naar binnen, jij viespeuk. Oké, dan... ik ben ook mijn kleding vergeten. Kom je nu mee? Mag ik jouw broek en dan krijg jij mijn... Laten we gewoon in ons onderbroek gaan, weet je? Wat maakt het uit? Ja, okay? Dat is ook wel waar. Oké, ik kleed me wel van. Zo, nou jongens, ik heb mijn onderbroekje aangetrokken. Justin, jij... Oh, ja, ja. Ja. Ik vind... Laten we maar gewoon gaan. Oké. Dit wordt niet goed. Ik ben zo... Oh, waar zijn alle andere leerlingen? Heb jij trouwens getraind? Of, want ik, ja, vorige keer moesten we natuurlijk basketballen en zo, maar ik kan dat niet. Dat kan ik gewoon niet. Ik heb er geen zin in. Ik heb ook, we zitten staan in ons onderbroekje, weet je, waar is de leraar, waar is iedereen gebleven, wat is er aan de hand? Oh mijn god, zullen we anders gewoon even warming up doen? Oh jee. In die orde, allemaal bij de goal gaan staan! Kom op, heel hoog! Oh, just a bad goal. Kom ik op! Ik heb hier zo geen zin in. Oh. Ja, heel goed. Oh, gymleraar. Nemen, ja. We gaan voor die botten, voor die piepers gaan we springen. Op elke pieper gaan we springen, ja? Oké. Okay. 1, 2, pieper. Een pieper, 1, 2, pieper. Pieper. 1, 2, pieper. 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 Oh, stop. Pieper. 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 Zitten door die jurken heen en springen. Door die jurken springen. Je hebt er toch helemaal geen energie Kom voor. Kom op, niet praten, dan word je moe van. Kom op, ik ben al moe. Waar is jullie broek? Waarom zitten jullie hier in jullie onderbroek? We zijn vergeten onze gymkleding mee te hebben. Een hele rugzak. En de geschiedenis. Smoesjes. Jullie mogen nu even 3 rondjes gaan rennen. Ja. Kom op, hup, rennen. Kom op. 3 rondjes om het veld. Daar heb ik toch helemaal geen zin in, Justin. Kom op, Noem. Ja. Hij snijdt af. Hij snijdt af. Ik zie het. Ja. Je wordt een extra rondje voor jou. Extra rondje, ja. Waarom ga je in één keer de verkeerde kant op? Waar ga je heen? Ik denk dat hij moet poepen, ja. Maar en ik heb 3 rondjes gedaan. Oh, nog eentje, dan heb ik 3 rondjes gedaan. Kom op. Nog eentje. Ja, nog eentje. Eén springt tussendoor, kom op. Springen tussendoor. Ja, heel goed. Oh, mijn god, jongen. Kan het ophouden? Ja, maar we stoppen, ja. God, kom op. Beter. Ja, kom hier. Justin, kom. Kom op, Justin. Ja. Even doorlopen. We gaan toetjes springen. Toetjes springen? Ja, we gaan toetjes springen, ja. Wat is toetjes springen? We gaan hinkstap sprong. En we gaan over die kast heen springen. Dus ik ga even wat materiaal pakken. Tussendoor moeten jullie even opdrukken. Gezicht aan de muur. Gaan we ook basketbal? Nee, vandaar niet. Gelukkig had ik zo gezien. Heel misschien wel als jullie je gedragen, ja. Nee, maar... Dus gezicht naar de muur en we gaan
opdrukken, ja. Kom op. Opdrukken? Waarom... Dat doe je bij Grim niet. Nee, dit is geen... Ik snap, weet je, en we gaan erover opdrukken, prima. Ja. Kom op, het opdrukken. 48, 49, 50. Klaar. Ik stop bij 50, ik stop ja, bij... Ja, heel goed. Er staat van alles Ja. Kom op, meneer je groene zwembroek, kom op, Noem. Gaat het een beetje? Heel goed. Ik vind het nog steeds gek dat jullie geen kleren hebben. Maar we gaan snel beginnen, we gaan snel verder. Ja. Ik heb een obstakel op een koeien voor jullie klaargezet. Want jullie moeten straks natuurlijk fit in het veld zijn. Hè, waar jullie ook terecht moeten overal in fit zijn. Ja, ja oké, prima. Oké, ja. Kijk. Ik heb daar de kast neergezet. Zometeen op die teken. Dus wacht nog heen. Jullie blijven hier nog even staan. Dan gaan jullie er zo overheen. Kom op, en door. Okay. En hier overeen, over die banken. Overeen. En dan, dan pak je één van de twee pittenzakjes. Ja. En dan ga je naar voren en dan op. Oh, kijk eens aan. Hoppa. Is dat nou de bedoeling dat we dat daar nu moeten gooien? Ja, ik zal deze even plaatsen hier naartoe. Oh, mijn god. Ik kan helemaal niet gooien. Ik kan ook helemaal niet gooien. Ik heb letterlijk net gezegd, basketbal, daar ben ik helemaal goed in. Sorry. Moet kom, ik tegelijk, we gaan beginnen. Of... Nee, eerst jij. En 3 seconden later ga jij. Ja, op mijn fluit. Okay. Kom op. Nou, maar ga je eerst... Kom op, en 1, 2, 3, en nu kom je erachteraan. Hoppa, dan pak ik deze hier. Ja, het groene balletje. Hoppa, in één keer. Jij ook, Justin. Natuurlijk heb jij hem niet. Hup, die bal weer meenemen en weer over die kasten heen springen. Kom op, kom op. Nog een rondje. Ja, met die zak in je handen moet je nog een rondje. Kijk, hij is niet een goede leerling. Kom op, en spring op, man. Kom op, je kan het. Je kan het. Goddammaal, ik kan de manier. Wat moet je doen? Moet je nou nog een keer? Ja, noem maar nog een keer. En jij ook, hup, kom op. Jij ook nog een keer. Ik, het is pak dat balletje. Oh, ik zou hem klaarleggen. Oh, hoezo moet ik dit nou nog een keer doen? Het is me toch gelukt? Nee, opnieuw, kom op. Ik laat al zien hoe het moet. Ja, kom op, jij ook nog een keer. Ik laat al zien hoe het moet. Dat kwam omdat hij gooide iets tegen mijn balletje aan. Sorry. Zag je? Nog een rondje, kom op! Nog een rondje! Laatste rondje, kom op! Laatste rondje, nee. Weet je, jij mag gaan omkleden, jij mag weg hier. Kom op, weg! Ik wil ook gaan! Kom op, kom op, omkleden! Succes! Je kunt het! Hoppa! Hoppakee! High five, hoppa! Hoppakee, ja! Goed, omdat jij hem nu geraakt hebt, mag jij me even helpen opruimen. Maar ik heb het goed gedaan. En hij doet fout en hij mag... Ja. Je mag hem helpen opruimen, dan gaan we omkleden, ja. Oh, prima. Je weet waar alle materialen moeten, ja. Ja, dat komt goed. Oké, ik begin hier wel. A few moments later. Goed, hartstikke bedankt voor het opruimen, en dan wens ik u een hele fijne middag. Kom op. Tot ziens. Oh, ben ik blij dat we klaar zijn met gym. Opschieten. Ik heb nu mijn onderbroek, wacht, ik moet me nog omkleden. Oh, mijn outfit is aan, jongens, laten we die kant op gaan. Welke lessen hebben we? Waar ben je? Justin, welke lessen hebben we? Oh, je bent hier. Ik zit even te kijken. Oh, je was wel net aan het kijken. Ik denk even abonneren. Maar je bent nog niet geabonneerd, hoezo niet? Wist je dat mensen die nog niet geabonneerd zijn en mijn video's kijken, dat dat gewoon niet goed is? Dat er dan kans is dat je YouTube gewoon crasht en zo. Dat het gewoon heel slecht is voor YouTube. Dus als je niet geabonneerd bent. Dat is een goed idee. Nou? Abonneer. Abonneer gewoon inderdaad even, heel goed. Ik doe die laptop voor je dicht. Doe maar eens even. Een sterke laptop heb jij. Ja, klopt. Kom, we hebben volgens mij pauze, besef ik me nu. We hebben hem al gehad. Je bent geabonneerd wel even? Tuurlijk. Oh, ik heb inmiddels ook al echt trek, moet ik zeggen. Oh, er liggen lekkere taarten. Oh, hallo, kantine vrouw. Hallo! Mag ik een stukje taart? Ik wil graag ook een stukje taart. Deze is op! Ja. Deze dan? Die dan? Ook! Ik heb ze op moeten ruimen. Ze staan er al een tijdje. Even kijken. Ook op! Eet snel, Justin! Eet hem! Ja, die mag je! Eet hem! Oh, maar mag ik ook? Oh, mag ik... Nee! Ik wilde ook! Nee, ik heb het op moeten ruimen, want er is troep, er is salmonella! Salmonella, dat is niet goed. In de taarten. Maar jullie zijn wat laat in de pauze, dus we hebben Ik heb een te laat briefje. Kijk eens, pap! Heb je broodje gezond? Nee, maar ik wil geen pap! Wacht, mevrouw, ik heb een te laat briefje, je hebt wat beters voor me. Oh, wacht maar. Ik wil helemaal geen pap. Ertessoep! Nee, dat is wijn ertessoep! Jij wou hem niet. Jawel, nee, dat was mij maar ertessoep. Ze gaf hem aan mij. Nee. Nou, ik gaf het te laat briefje. Oké. Ah, top, dankjewel. Nou, laten we... Willen jullie nog water? Willen we water?
Ik wil op zich wel om die pap weg te drinken. Ja, dat vind ik ook een goeie. Waarom? Jij steelt alles van me! Je krijgt gewoon niks. Oké, ruilen pap voor water. Hier krijg jij de pap. Zo, hoppakee. Laten we lekker even zitten en dan gaan we lunchen. Dankjewel mevrouw voor de lunch. Geen probleem en ruim je troep op, hè. Ik wil niet echt jullie kont aanlopen. Ik ga dat zelf weer moeten gaan opruimen hier. Jezus. Je kan ook wat rustiger praten. Smakelijk! Dankjewel. Zullen we buiten zitten? Ik heb zin in frisse lucht. Buiten zitten? Prima. Weet je, we gaan wel lekker naar buiten. Ik vind het helemaal goed. Tot ziens, mevrouw. Oh, ze is al weg. Doei! Laten we wel gewoon de schooltuin gebruiken. Oké. Ja, we kunnen wel daar, maar we kunnen beter gewoon op het schoolplein natuurlijk zitten hier. Oh, zullen we lekker hier zitten? Ja. Gaan we even genieten van de pap en van de andere troep die we hebben gekregen. Ga eens even drinken, zo. Lekker, man. Oh, ik vind het alweer een vreselijke schooldag. Ik ben benieuwd. We hebben het hele rooster niet. Ik weet niet eens wanneer we klaar zijn of zo. Geen idee. Hoe laat komt de bus? Ja, mijn pap, maar die hoef ik niet. Dan heb ik al 2 stukjes pap. Weet je, ze zijn geen troep maken, maar we zijn toch een beetje rebels. Kijk, toch troep maken zo. Weet je dat niemand het door heeft als ik daar troep maak? Niemand gaat het zien. Daar ook niet. Nee, daarom, weet je. Dat gaat toch niemand door hebben. Vieze pap, inderdaad. Ik heb zin in een broodje. Je hebt ze. Oh. Ik denk dat we betrapt zijn met troep maken. Je hebt een conciërge. Hij is boos. Hij is boos. Wacht, laten we snel weggaan hier. Laten we snel weggaan. Ik gooi het weg in de prullenbak. Ja, ik laat het wel daar liggen. Laten we hier weggaan. Wacht, hij komt hier. Jesse, we moeten verstoppen. Nee, ik zie hem. Hij komt eraan. Maar we moeten verstoppen voor hem. Hier, om het hoekje. Kom. Oh ja, ga je maar daar. Blijf daar. Waar is hij? We moeten verstoppen voor... Oh, daar heb je nog een conciërge. Oh, nee. Oh, nee. Waar is hij? Oh, hij heeft me niet door. Oh, ja. Wat ben je aan het doen? Ik was gras aan het plukken. Burgemeester. Er is brand. Kom. Burgemeester? Ben je de burgemeester? Ik weet het niet. Er is brand. Moet je niet helpen? Brand. Ruim je troep op. Prima. Nou, weet je, hij heeft de burgemeester, hij heeft de schoonmaker heeft hij weggelokt. Jongens, laten wij dan nog heel eventjes genieten van mijn pauze voordat wij naar de volgende les gaan. Het is ook gewoon wel echt lekker weer. Nou, tot zover mijn pauze. Dus is dat... Nee! En toen heb ik die bakker gevraagd om de taart uiteindelijk met 1+1 gratis aan mij te geven. Oh mijn god. En dat was gelukt. Fred, wacht even. Ja, wat was je nou aan het doen? Ik was heel even in slaap gevallen, Fred. Ik heb zo raar gedroomd. Oh mijn god. Heb je me niet gehoord? Jawel, het ging over vrienden en te laat komen en boodschappen doen. Pizza's. Nee, het ging over de taart. Ik zal het opnieuw vertellen. Ik ging naar de bakker en toen ging ik naar de...